ik weer een wat ik op een dag eet video. Het is de allerlaatste aflevering van mijn serie. Dat vind ik wel echt super jammer, want ik vond het echt leuk om dit te doen. En volgens mij vonden jullie het ook wel leuk om hiernaar te kijken. Maar ja, zoals jullie weten laat ik het ook allemaal in mijn vlogs voorbij komen. Mijn eten en mijn workout en alles. Dus daar kan je ook naar kijken. Maar ik wil nog niet helemaal stoppen. Ik wil wel nog dit soort video's maken. En de volgende What I Ate in a Day video heb ik ook nog een super leuke verrassing. Waar ik echt keihard mee bezig ben, waar ik echt heel hard voor heb gewerkt. Ja, dat is nog even een surprise. Soms al te veel te zeggen, laten we maar gewoon beginnen met de video. Deze video gaat weer over wat ik op een dag eet. En van ontbijt tot lunch, avondeten tussendoor. En allemaal in het teken weer van sport en sport. En strakker worden en de vetpercentage omlaag krijgen. Voilà, let's start the video. We beginnen weer in de ochtend en ja, sinds ik sport weeg ik echt al mijn eten af. Heel erg frustrerend, maar ja, ik doe het voor een goed doel. We willen strakker worden. En ik begin vandaag met havermout. Ik had in gedachten om een smoothie te maken met een appel en havermout. Maar ik heb wel eens geprobeerd om havermout gewoon in de blender te doen, maar dan krijg je allemaal van die grove korrels en dat vind ik niet lekker. Dus wat ik nu heb verzonnen is om eerst je havermout te blenden. Ja, totdat je zeg maar een soort van meel krijgt. Ja, ik ga het nu doen. Dus je doet het gewoon in en je blendt het totdat het helemaal zacht wordt. En dan wordt het echt, dit wordt het. Helemaal zacht en klein. En dan doe ik mijn appel erbij. Ik heb gemerkt als je zo je smoothie maakt dat het dan veel romiger en veel zachter is. En heb je geen stukjes erin. En wat ik dan doe is nog wat amandelmelk erbij, huppatee en natuurlijk mijn proteïne. Die neem ik nu wel dagelijks, want ik heb mega veel spierpijn. Voor degene die mijn vlogs weten, weten dat ik in iedere vlog wel zeg dat ik spierpijn heb. Dus ja, heel veel eiwitten er tegenaan gooien. En dan gaan we allemaal blenden. En als je klaar bent, heb je dit echt super lekkere, romige, appeltaartachtige smoothie. Het is echt lekker. Maar kaneel. Ja, kaneel, holy grail en het houdt je suikerding in balans in je lichaam. Dus ja, ik ga voor kaneel. En het geeft nog meer dat appeltaartsmaakje-achtig. Dus ik ben helemaal blij en dit drink je dan gewoon helemaal op. En dat was mijn ontbijt voordat ik ga sporten. Het is gewoon lekker simpel, makkelijk, licht verteerbaar en je kan er de hele tijd tegenaan. Dus ik ben hier echt wel heel erg blij mee. Dit is echt mijn go-to wanneer ik geen tijd heb om ontbijt te maken. Love it! En als tussendoor hebben we hier Tony Chocoloni, gepofte rijst en wat studentenhaver. En dit vind ik echt super lekker ook. En je kan het ook heel goed bewaren. Het is ook echt super makkelijk. Wat je moet doen is je chocola laten smelten. Dat kan op verschillende manieren. Dat kan in een magnetron, dat kan in een pannetje. Dat kan echt van alles. En dan doe je gewoon alles voorzichtig erbij. En dan roer je het tot het helemaal één geheel wordt. En ja, ik vind chocola altijd zo'n hele mooie kleur hebben. Nu ik ernaar kijk, eigenlijk alweer honger. Maar ja, je blendt het dus helemaal totdat alles ondergekookt is. Alle rijstkorrels en alle nootjes en alles. En ik heb hier zo'n trede voor gebruikt. Maar je kan het ook ergens anders laten drogen. Of niet per se hierin. Maar ik vind wel dat het een heel mooi structuur geeft als ze dan klaar zijn. Want je moet ze nog even in de vriezer laten en even koud laten worden. Want ze moeten wel weer goed hard worden. Wat je ook kan doen is een beetje pindakaas door de chocola doen. Dan wordt de chocola niet zo heel erg hard. Maar ik heb ervoor gekozen om het gewoon lekker brokkelig te laten. Want ik vind dit super lekker door mijn yoghurtje. En ja, dan is het gewoon helemaal klaar. Dan brokkel ik het in kleine stukjes. Doe ik het over mijn yoghurt heen. Nog wat rozijnen erbij. En voilà, je hebt weer een nieuw gerecht. Oh my god. Maar het is echt super lekker. Als tussendoor of in je yoghurt. Je kan er echt alle kanten mee op. Dat bedoelde ik eigenlijk meer te zeggen. En ja, natuurlijk kan je ook andere dingen erin doen wat jij lekker vindt. Ik vind studentenhaver en gepofte rijst heel erg lekker. Voor lunch hebben we courgettensoep. Wat heb je nodig? Een courgette, krulpeterselie, vegenbouillon, ui en knoflook. Ik heb deze knoflook gekocht bij de Albert Heijn. Het hoort bij de wokgerechten. En ja, ik vind dit zo lekker. Dit is echt een holy grail wat ik weer gevonden heb hoor. En wat we gaan doen is alles gewoon helemaal fijn snijden. Krulpeterselie, lekker een hele grote bos van. Ik vind het zo lekker. En ik heb hier mijn soeppannetje. Ik doe er wat olijfolie in. Ik vind olijfolie heel erg lekker. Mijn uitjes, mijn krulpeterselie en als laatste
mijn knoflookje. Die ik gewoon met de lepel zo eruit kan halen. Wat ook handig is, dat je handen dan niet helemaal naar knoflook gaan stinken. Dus dat is ook wel super handig. En de courgettes gaan we gewoon fijn in kleine blokjes aan. Je hoeft echt niet heel netjes te snijden, want we gaan het toch allemaal pureren tot één soep. Dus weet je, ga lekker los. Doe je ding. En wat zo leuk is aan deze soep, is dat je echt verschillende toppings kan gebruiken om erop te doen. Zoals zalm als je vis eet, of tofu kan erbij. En van alles kan erbij. Ik vind het echt zo lekker. Ik doe het meestal met zonnebloempitten. Ik vind het heerlijk om dat te bakken. En ja, zo ziet het dan uit als het allemaal gekookt is. En we doen hier nog wat vegastok erbij. Vegastok, groentebouillon in het Nederlands gewoon meer. En laat het lekker sudderen en dan pureren. En dan krijg je dit hele mooie groene soepje. En het is echt yummy, yummy, yummy. Echt yummy. En hier hebben we de zonnebloempitten waar ik het over had. Die kunnen gewoon als decoratie erop. Ik heb ook nog wat pittige saus eroverheen gedaan. En wat sojaroom met één koolhydraatarm broodje. Eén broodje werd uiteindelijk twee broodjes. Want ik had best wel honger. En het was echt super lekker. Mijn kinderen zijn hier ook echt helemaal weg van. En ja, ze zeggen probeer het. En als tweede tussendoortje heb ik gewoon iets heel simpels gemaakt. Ik heb hier aardbeien, frambozen, blauwe bes en het tussendoortje wat we al eerder hadden gemaakt. Want die is nu helemaal goed hard geworden in de vriezer. En dit heb ik samen zo gegeten met wat huttekezen en wat ahornsiroop. Ja, ahornsiroop had ik eroverheen gedaan. Echt super lekker, heel snel, heel makkelijk en lekker voor bij de thee. En voor avondeten hadden we zin in andijviestamppot. Dit is niet mijn receptje. Ik heb het van de AHA-app en ik zal even het linkje hieronder zetten. En wat ik heb gedaan is gewoon mijn aardappels koken. En wanneer ze gekookt zijn, wat mosterd erbij gedaan. En wat warme melk. Ik heb voor amandelmelk gekozen. En ja, dat doe je eigenlijk allemaal bij elkaar totdat je het allemaal samen blendt. En daarna zet je je pan dus weer op het vuur. En dan doe je beetje bij beetje je andijvie er doorheen. En als toppings heb ik voor pikkelilie gekozen en uien. Super lekker en echt het proberen waard. Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Vond je het een leuke video? Vergeet er geen dikke vette duim te geven en te abonneren door hier of daar te klikken. En natuurlijk het belletje mee te nemen, zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video upload. En laat ook even in de berichten achter. Je moet wel heel veel doen, I know. Of je wilt dat ik hiermee doorga. Want het was een serie van 5 afleveringen. Dit is de laatste aflevering. Ik ben bezig met iets superleuks. Maar daar ga ik later wat over vertellen, denk ik. Zal ik het nu doen? Nee. Ik doe het andere keer. Ja, ik ga sowieso nog een What I Ate in a Day video filmen. En daarin ga ik alles vertellen. Alleen zeg ik nog niet wanneer. Nee. Dus stay tuned. Zeker het belletje meenemen nu. Doei!